Donkere dagen, een onzekere tijd. Door de strenge maatregelen rondom de coronacrisis lijkt ons veel te worden afgenomen. Je kunt er somber van worden. De dood komt dichtbij. En dan? In de vorige video over Advent ging het over verwachten en verlangen. Steve Post zei, als je geen verlangen meer hebt in je leven en je kunt nergens meer naar uitzien, dan wordt het leven wel echt moeilijk. Hopen en verwachten. Maar als het einde komt, welke verwachting blijft er dan over? Nou, we leven in een onzekere tijd. Er is angst om ziek te worden en angst om te sterven. U bent zelf ook ziek geweest voor het coronavirus. Had u angst of ervaarde u echt een uitzien? Nou, ik heb geen angst, dat moet ik zeggen. Omdat ik mag weten wie mijn God en mijn zaligmaker is. Ik heb in 1984 heb ik een auto-ongeluk gehad. Oudjaarsavond, 83, 84, spreekte ik over de tekst. De rechter staat voor de deur. En 6 januari bleef ik alleen met de rechter over. En toen heeft de Heer in mijn leven ontdekt dat er meer was als de openbaring of de mogelijkheid om zalig te worden. Maar dat ik zalig kon worden omdat de zaligmaker naam voor mij geleden, gestorven en opgestaan is. En dat ik vrijgemaakt werd van zonde, schuld en straf. Toen heb ik in het ziekenhuis mogen delen in de ruimte die er was in God door de zaligmaker. En daar heb ik me weken en maanden over mogen verwonderen. Nou, ik hoor wel eens in de preek de uitdrukking verder zien dan de dood en het graf. Maar wat betekent dit eigenlijk? Want hoe kun je over de dood heen kijken? Als je op Jezus mag zien, die de zonde, de oorzaak van de dood, heeft verzoend, de schuld heeft betaald, dus de dood heeft gedood, hij is ten derde dag opgestaan, het graf is nog geheiligd, dat hoort er ook bij je, dat het stof van een kind van God aan de schoot van de aarde wordt toebetrouwd om daar tot vertering over te gaan, maar dat stof, dat wordt bewaard en bewaard, want de Heer is kijkt van boven op de aarde en kent iedere van zijn kinderen en kent ook het einde van zijn kinderen. En dan gaan ze naar een graf, wordt iemand begraven, een kind van God. En dan mag hij over de dood en over het graf, omdat hij op Jezus mag zien. Okay, ja. Jezus is voor mij gestorven. Hè? Heeft gena voor mij verworven, maakt van dood en doemschuld vrij. Dus dan zie je de wonder van de vrijheid van de kinderen Gods door het geloof in Christus. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn goel. Hij brengt mij terug in het vaderhuis met zoveel woningen. Daar gaan we naartoe. Daar ga ik naartoe. Als ik straks sterf. Dus dan kun je begrijpen, als je thuis mag komen naar al die omzwervingen, dat het wonder nooit uit te wonder is hoe groot de God is en dat we hem eeuwig mogen bedanken omdat hij het gedaan heeft, niet ik. Ik heb het alleen maar verzonderd en sta alleen maar bij God in de schuld, maar dat hij me nou vrijgemaakt heeft van zonde, schuld en straf om me dat recht te geven. Ik heb een recht gekregen op dat eeuwige en onverliesbare leven. En wat is dat? Dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het leven. En daarbuiten is geen leven. Dat is de dood. Ja. Nou, er wordt ook veel gesproken over de wederkomst. En jongeren kunnen wel eens denken van, er is geen toekomst voor mij op deze aarde. En dat kan somber maken. Wat zou u deze jongeren graag mee willen geven? Nou, dat ze in de eerste plaats de Heer moeten zoeken om op die wederkomst voor en toebereid te zijn en te worden. Want hij komt, dat is zeker. Dus dat de heerlijkheid van die zaligmaker straks gezien zal worden, als de laatste toegebracht is, dat die wederkomt zichtbaar voor alle mensen. En alle mensen die overleden zijn, die staan weer op uit het graf. Die lichamen, die zielen worden weer bij elkaar gebracht. En dan zullen ze hem zien in zijn heerlijkheid. En dan zal het gebed
Dus je moet je voorstellen wat dat is. Gebed van de mensen die hem niet kunnen zien, zal zijn: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Zo groot en heerlijk zal de wederkomst zijn van Christus. En daar moeten onze jonge mensen juist nu rekening mee houden, omdat ze nu nog jong zijn en ontvankelijk zijn voor God en voor de dingen van de eeuwigheid, om de Heere te zoeken terwijl die te vinden is. En het waar gaat maken wat u beloofd heeft. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volle einding der wereld. Dus alle dingen zullen geschieden en verlopen niet naar ons plan, maar naar Gods plan. En dat Godsplan, dat zal straks in heerlijkheid en volmaakt gezien worden door alle ogen die hem zullen zien, tot blijdschap of tot veroordeling. Daarom is er haast bij. Ja. Haast u, staat er in het woord. En met klem moet iedere predikant daar de nadruk op leggen. Haast u en spoed u om uw levenswil, eer dat het besluit baart en de dag van zijn komst er is. Onverwacht, ongedacht is die daar. Dan zal die gezien worden. En dan zal het de grote vraag zijn: ben ik, ben jij toebereid voor de eindeloze eeuwigheid? Moet je eens voorstellen wat dat betekent als een mens eindeloos in de buitenste duisternis zijn ogen zou moeten opslaan, of dat hij in de eeuwige heerlijkheid uit louter genade mag thuiskomen en God mag bedanken omdat hij het gedaan heeft. He? Ja. Nou, wat houdt dat verlangen in dat je uitziet naar de komst van Christus? Dat is dat je dagelijks en gedurig dichtbij leeft dat hij kan komen, omdat hij het gezegd heeft. En wat hij zegt, doet hij ook. Daar kun je van op aan. Maar wij weten alleen de tijd niet. Dat weet alleen de Vader in de hemel. Wat een jongen en een meisje samenbindt, het komt een liefde in je hart voor die, tot die jongen. Waarom is die jongen nou anders dan de ander? Dat kun je ook niet verklaren. En dat meisje anders dan een ander meisje. Hè? En zeg je dat, dat gaat naar elkaar uit en dat geeft antwoord, dat geeft een verbintenis, de liefde verbindt en geeft een hartelijke uitgang naar en om de persoon te mogen ontmoeten en daar gemeenschap mee te hebben. Dat is het leven. Hè? Nou, en dat wordt in de Bijbel natuurlijk gebruikt als een voorbeeld, maar het is een heel zwak voorbeeld, want de hemelse liefde is zo volmaakt en zo heerlijk. Daar zijn geen woorden voor. Hè? U al mijn liefde waardig schatten, zingt Asaf, wel gij mijn rechterhand wil vatten. Heb ik hem niet gepakt, u hebt hem gepakt. Hè? En u hebt me geleid en geleerd en bekeerd en onderwezen van de weg die u wilde dat ik gaan. En dat is de weg van het lijden, de weg van de zelfverloochening naar de volkomen verlossing door en in het bloed van het Lam. Ja. Dat is niet te verwoorden. Zo groot is dat. Hè? Nou, je hebt net gehoord over hoe donker het in je hart en in je leven kan zijn als je Jezus niet kent als jouw zaligmaker. Maar hij is naar deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij die het zelf zegt, bid en je zal gegeven worden. En dan, als je op hem mag zien, hoe donker en onzeker het ook in je leven kan zijn, dan kan kerst en advent toch een hoopvolle tijd zijn. Gezegende kerstdagen toegewenst.